Hallo iedereen, we zijn weer terug met episode 3 van Eclipsis. Ik en Maxime zijn hier nu al een tijdje op bezig en we zijn volle bak bezig aan pomp. Ik ben nu bezig met de andere pompen van het eiland vlak over ons te verbinden met ons eiland. Dan krijgen we een enorme energievoorraad en dat kan ons super veel helpen. Wat ben je aan het doen, Maxime? Ik heb een wapensysteem gebouwd. Maxime heeft een wapensysteem gebouwd. Mm-hmm. En zeg eens, Maxime, wat we daarmee kunnen doen? Wat kunnen we daarmee allemaal doen? Nu kunnen we een wapen bouwen. We kunnen miniguns doen en alle meer dingen. We hebben eigenlijk het beste nu wat we kunnen gebruiken. Oké, en dus misschien is dat heel goed dat Maxime dat gedaan heeft, omdat we hebben dat inderdaad wel nodig, want... Wie weet, zijn er mensen die vrij agressief gaan aanvallen? We weten dat natuurlijk. Paars is nog altijd op een basis. Paars is ook aan het emigreren. En oranje zit op een basis momenteel. Dus ik ga een keer verder kijken hoe ver ze zitten. Wees voorzichtig, Paars verplaatst zich. Paars verplaatst zich. Wees voorzichtig, hè, man. Dat je niet doodgaat. We hebben geen gevaar. Gevaren zijn veilig. Ja, onze spawnpoint is vol, maar ja. Je weet toch maar nooit, ik zou toch wel voorzichtig zijn, hè. Als je op verkenning gaat gaan, doe dat wel het liefst voorzichtig. Ja. Het betekent nu ook dat we geen verlies meer kunnen maken met de Enable the Special Anchor. Dus het betekent dat we de anchor kunnen gebruiken wanneer we maar willen. Dit is echt een enorme bron van inkomsten, hè, trouwens, wat ik nu aan het verbinden ben, jongen. Het goede nieuws is, ja, zeg eens. We hebben superveel energie en we maken geen verlies. We maken geen verlies. Geen verlies. Zalig. We hebben echt een enorme energie inkomen. Ik ga nu nog 3 pompen direct aan toevoegen, dus dan kunnen we denk ik... Allee, ik ga niet overdrijven, maar zouden we dan een reservoir maken? Een reservoir? Moet jij maken wat je wilt. Ik ga beginnen met... Het is misschien wel extreem groot. Het is wel een heel makkelijk... Een reservoir kan veel iridium opslaan, maar het is wel een heel makkelijk doelwit, hè. Ik herinner me net dat we hier nog niet echt zo'n ding hebben. Als we een reservoir daar gaan maken, mogen we niet alles laten afhangen van dat reservoir. En we moeten altijd een plan B hebben op achtergrond. Dus het reservoir mag een hele hoop behouden, maar we moeten altijd nog een plan B hebben voor als het reservoir het niet haalt. Snap je wat ik bedoel? Het reservoir haalt het zich wel, Thijs. We moeten geen probleem hebben. Oké, wat moet ik nu doen met die pijp? Ah, wacht, ik zie perfect wat ik ga doen met die pijpsysteem. Ik ga mijn pijpen niet door de poort laten gaan, zodat je de poort kunt sluiten en open doen wanneer dat je wilt. Ik ga de pijp in plaats daarvan rond de muren gaan. Het kan mij heel veel iridium kosten, maar dat kan me niet schelen, zolang dat we maar veilig zijn. En dat is het belangrijkste, toch? Ja, is een probleem. Wat is het probleem? Ik kan 1 lid van paars. Ah, laat maar. Ik kan paars en laatste lid daarnet. Oh my god, gast. Maar ik zie ze weer en ze zitten op dezelfde plaats van daarnet. Code rood is niet erg. We beginnen echt bang te worden. Code oranje? Code geel? Het is een code groen nu. Oké. Ja. Gefixt. Oh my god. Nee. Yes, oké. Ik was even gevallen. Ik ben turrets aan het plaatsen op onze basis, snap je? Ja, dat is altijd nodig, man. Veiligheid voor alles. En ik ga nog een arc turret ook plaatsen. Top. Trouwens, ik zeg graag met genoegen dat ik succesvol... Wacht even, een seconde. Dat ik succesvol... de 3 pijpen van het andere eiland verbonden heb vanaf nu. Nu zijn de pijpen verbonden. We hebben nu een heel grote inkomsten. Oké? Okay? Goed gedaan. Gefeliciteerd, Thijs. Heb ze oké. Dat is meteen verbonden aan het wapenreservoir. Maar ik zou eigenlijk mijn welpomp van de basis ook verbinden met het wapensysteem, omdat als ze buiten... We gaan heel snel even geen energie hebben, oké? Okay? Ik ga gewoon zorgen dat het wapensysteem ook verbonden is met dingen van
de basis zijn eigen pomp en opslagsysteem. Omdat als dat niet zo is en we worden aangevallen, dan kunnen ze onze buitenpijpen kapot maken, snapte? En ja, dat is nogal kut, hè, anders. Ja, maar nu hebben we geen gevaar. Met Kenna zegt dat alles safe is, normaal. Ja, ze zitten nog altijd op dezelfde plaats. Vibe. If you love it like I love it. Yeah, we are the pros on eclipses, man. Oh, het is hier zo donker. Boom, ik heb de pompen, ik heb alles verbonden met elkaar. Dus ik bedoel, nu is het reservoir van hier nu met die tanken, met die tanks en al, is allemaal verbonden met het buitensysteem. Yes. Met je gaat waarschijnlijk een hele. Wat ben ik aan het doen? Je gaat waarschijnlijk een heel groot verlies van energie zien nu. Nee, eigenlijk niet, nee. Nee, eigenlijk niet. Het is hier zo donker. Dat is eigenlijk wel heel goed nieuws, dat we geen verlies hebben van dingen. Dat is eigenlijk heel goed nieuws. Ja, ja. Dat is goed nieuws om te horen. Back. En ik ga een light bouwen. Ik ga even structures, basic. Oh my god, je hebt echt veel energie. Slab block, ik heb enorm veel energie dingen gemaakt. Ik ga nu nog een large tank hiernaast maken, maar dat is allemaal. Oh, dan ben je meteen al een reservoir onder. Nee, reservoir is te makkelijk. Allee, het is een te makkelijk doelwit en we hebben daar geen plaats meer voor. Ik zweer het, we hebben er geen plaats meer voor. Dus, kom aan, Thijs, we hebben die reservoir echt nodig. Nee, maar we hebben daar geen plaats meer voor. We kunnen letterlijk alles bijbouwen dat we willen, je weet dat toch wel, hè? Ja, maar. Ik ga kijken of ik er plaats voor heb, second. Gast, nee, we hebben echt. Allee, het staat blauw, maar. Gast, als je dit ziet, nee. Thijs, dit kan gaan. Er afvallen, man. Als dit er. Dit kan misschien vallen, hè? I know, maar. Kijk, ik heb het nu gebouwd. Nee. Dit bouwen we niet. Dat staat op een vreselijke plek. Allee, ik zweer het u. Nee, dat gaat echt niet lukken. Dat kunnen we fixen, Thijs. Misschien moeten we wel de lichtpost uitzetten. Oh my god. Pipe, four-way. Okay. We hebben letterlijk een energiebron van 2. Werkt het? Nee, dat werkt niet. Dat dacht ik al. Dammit. Ik ga alles moeten opnieuw doen. Oh god. Check dat hoor. Secondje, hè. Four-way. Deze daar. Die way. Ja. Oranje maakt beweging. Blijf kalm. Dat kan altijd gewoon bewegen. Het is niet omdat ze bewegen. Ze blijven weer stil. Het is niet omdat ze beweging maken dat. Allee. Ja, dat er iets ergens aan de hand is, mag zien. Het zal waarschijnlijk wel niet zijn. Huppa. En dat daaraan. En dan deze. Daaraan. Ik ga laser doormaken. Halleluja. Ik heb alles geconnect. Jesus Christ, man. Yes! De large tank is aan het vullen. Woehoe! Yes! Hoeveel tanks heb jij niet van die dag? 3. 3 large tanks, 2 normal tanks. En jij hebt dan ook nog 1 standaard tank. Dus ja, we hebben nog een pretty good voorraad. Onze defense is echt perfect. Ik heb 3 turrets geplaatst. Zou je die shield generator niet meer hier zetten naast de light source, meer in het midden? Nee? Ik weet het niet, Thijs. Jij beslist wat je doet. Ik ben aan het denken. Wat zou ik doen? Wat zou ik plaatsen? Iridium Technology. Zou ik een upgrade station plaatsen? Jij of is beslist. Het daar nog geen tijd voor? Jij beslist, Thijs. Ik denk, we hebben heel veel energie source en ik denk dat we dat wel gaan aankunnen. Ik denk dat we dat gaan aankunnen. We kunnen dat wel aan. We gaan het wel aankunnen. Iridium pipes. Dus niet dat het zo weinig. Een spawn point, mensen, dat verbruikt enorm veel energie. Ik bedoel, om het te bouwen, verbruikt het enorm veel energie. Dus daarom dat ik Maxime even een keer vraag of dat alles in orde zal zijn en zo. Want een spawn point verbruikt veel energie als je hem niet moet gebruiken. Ja, dus, wat ik ga doen is misschien slim. Misschien ga je een valve plaatsen op spawn point? Technologie, ik ga een spawn point plaatsen bij dit deel van het eiland.
Want wat ik heb geleerd uit Spawnpoint is als je er meerdere plaatst, dat het ook als teleportatiemiddel dient. Nice. Dus dat Boom. betekent dat Upgrade als er een station, van de ladies and gentlemen, is geplaatst. En boom, upgrade station geplaatst. Holy moly, armor. Ik kan meteen upgraden, man. Wat verwacht je? We hebben zoveel energie, man. Ja? Wow! Oké, nee, dat is extreem veel. Ja, ik zie de tanken letterlijk van hier leeglopen als ik het doe. Dus, aanval! Waar? Ik heb beschoten. Moet ik ook, ik ga ook wapens maken, want ik heb geen wapens, dus ik ga heel even wapens maken voor mij, oké? Wat zou ik maken? Ik ben gevallen. Ben je dood? Ja, nog niet. Zou ik, ook een, scanner, zou ik een grenade launcher scanner maken? Is mijn... Wat Pas zou op, ik thuis. Maken? Wat zou ik maken? Een rocket launcher? Ik zal meteen een scanner pakken. Pak een scanner en wees voorzichtig. Een tools en een scanner. Oh my god! Was. Zoom uit! Even uitzoomen. Oh my god! Wat is dat? Wapen. Oh my god! Is dat een fort? Ik ben dood. Dat is een fort, ja. Iemand heeft aangevallen. Ik ben letterlijk gewoon door een explosie ben ik doodgegaan. Waarom doet mijn turret het niet? Ik ben door een explosie doodgegaan. Ja, ik bedoel, ik ben nu in het water. Maar die heeft een turret! Ja, ik ben doodgegaan. Thijs, voorzichtig. Spawnpoint 1. Zet het schild aan. Ja, ik heb letterlijk explosies op mij gehad, hè. Joepie. Oh nee, ben ik nu... Oh, en mijn... de shield! Ben ik nu mijn... Waar? Oh my god. Ik ben al mijn upgrades kwijt, ben je dat nu echt? Al mijn upgrades. Waarom doet het schild het niet? Thuis. Oh, ja. Het schild wil niet werken. Of, oh ja, hij werkt. Ondertussen, de repair dus. Oh, zo. Oh, nee, fuck. Oh my god, ik krijg scheid van die mensen. Ik ben dood. Ik leef. Oh my god, ik word zo rage. Ik ben nu rage. Weet je, ik snap... ben weggelanceerd. Ze hebben al onze systemen kapot gemaakt. Peace, alsjeblieft. Oh my god, ik ben in de lucht gelanceerd. Oh. Zijn ze gestopt? Waarom is het shield generator kapot? Zie je wel, we hadden hem hier moeten zetten, hè? Ik had het gezegd, hè. Yes, hoe maakt het uit? We zijn dood. Iridium, wat is het? Hoe noemt dat? Military shield generator. No. Ik ga hem plaatsen. Back, iridium, pipe, defunction. Come on, hast. Hoezo kan ik, mag ik hem niet plaatsen? Ik kan hem niet plaatsen. Hoezo kan ik hem niet plaatsen? Waarom doen de turrets het niet? Pipe. Fuck. Ah, oké, daarom. Ik snap al. Waar is het wapensysteem, Thijs? Ik zou het niet weten. Hier. Wat is het? Steek de scanner. De napalm deployer. Niet opletten wat dit allemaal is, maar het is gewoon een vreselijke combinatie wat ik nu aan het doen ben. Niet opletten. Ik ben momenteel op mijn dood, maar... Ja, het is een paars lid. Oh my god, dit ziet er mijn krachtig wapen uit. Nice. Ik hoop dat het werkt Oeh, tegen fuck. Hun. Dat is een napalm deployer. Jeet, en nu... Zou ik het enable shield doen? Jazeker. Ik ga het doen. Enable shield. Shield is beter. Nee, ik ben dood! Ja. Ik had een napalm deployer, die was keigoed. Ik heb shield enabled.
Dit is het einde van ons tijdperk. Dit is het einde, jongen. Dit is het einde. Dit kan niet meer. Hoe kunnen we dit nog winnen, man? Hoe gaan we dit ooit winnen? De drie pompen letterlijk dat we hadden zijn weg, hè, Footsie. Onze drie pompen, man. Nee, dat... Allee, onze verbinding is kapot, hè. Ik versteer mee. Onze pomp is kapot, hè, jongen. Ah! The fuck? Even plaatsen, Thijs. Even plaatsen. Repair, ik ben heel aan het repairen, man. Thijs is zich verplaatst. Ik ben aan het repairen, man. Ik ben even bezig. Dus zo doen die... Wow. Wat is er? Ik ben erachter gekomen waar dat ze vandaan komen. Van waar komen ze misschien? Vandaar. Ze zijn verstopt, Thijs. Ik kan de pijp weer verbinden. Oh, verbind de pijp. Alle pijpen hebben het overleefd. Kun je de pijp van buitenaf weer naar binnen van buiten de... Van buiten de... Wat is dat duur? Oh my god. Ik probeer te verbinden, oké? Ik ga de pijp tot nu toe even moeten sluiten. Cap, ik ben in super paniek, wat moet ik doen? Sluit. We vallen nog altijd aan bij elkaar. Oh my god. Oh my god. We vallen nog aan, onze turret zijn neer. My god. Nee, onze turret staat er nog. Nee, het is gedaan. Even ons shield bekijken, hoe ziet ons shield eruit? 19% gast, what the hell? Hoeveel? 20% maar? Ah! The fuck, waar vallen zij vandaan? Meen je dat? We worden van langs beide kanten aangevallen. Oh my god. Ik word van mijn eigen turret vermoord of wat? Guns 2, ik heb guns nodig. Ik ga even een sniper rifle pakken. Ik heb een sniper nodig. Mijn eigen turret valt mij aan. Oh, zo sad. Dat is echt sad. Ik heb een sniper. Waar zijn ze? Voilà! Waar zijn ze? Ik ben aan het repairen, oké? Okay? Waar zijn ze? Waar zijn ze? Zijn ze op het eiland voor ons? Ze zijn overal. Ik denk dat ze gestopt zijn. Dit was echt de hevigste aanval ooit. Oh my god. Ze vallen nog altijd aan. Ik ga een rocket launcher maken. Ze zitten onder ons. Onder ons? Shit! Waar? Dat maakt niet meer uit. Nee, ik zie hem, Waar is ze? Hij is zich aan het verstoppen. Ik ben er door! Ik heb het overleefd. Waar is ze? Ik ga een sniper zoeken. Wat is het? Shizzle, hij is bezig aan het attacken. Ik neem deze eventjes van jou, Thijs. Hey! I see that. Zie je hem? Ja, ik zie hem. Pasta la vista, bebe! Heb jij een minigun of zo? Ik heb een rocket launcher. Oh my god, nee. Schiet! Ja, ammo! Shit. Ik ben dood. Oh my god, schiet op. De aanval is hard. Ik heb een rocket launcher, hij heeft een rocket launcher. Oké, we zitten aan episode 3. Mensen, zullen we dit overleven? Zullen Maximum dit overleven? Jullie zien het de volgende keer.